Hallo Annie. Hoe lang ben je hier al? Van 68 de eerste keer, dan ben ik hier mijn hart verloren. Hoe verlies je nou je hart aan de Biesbos? Kijk eens om je heen. En dan ga je dat vanzelf begrijpen. Onder het varen moet je maar eens goed in de rondte kijken. Dan ga je dat begrijpen. Je beelden zien. Als ik in mijn bootje zit elke dag met mijn benen op de rand, dan zit ik op de bank televisie te kijken. De mooiste natuurprogramma's. En eigenlijk heb je het mooiste natuurprogramma hier vlakbij, hè? Dat zeg ik toch. Ik vaar er doorheen. Soms is het net een schilderij waar ik uitvaar. En als ik terugkijk, vaar ik een ander schilderij in. Hoe ben je nou hier terechtgekomen zo? Gek op water zijnde, begin je in Den Haag. En je gaat langzaam met kano's ga je de stadsloten doen. En vanzelf hoe ouder je wordt, hoe verder weg. Zit je op laatst in Leiden, Leidschendam, ga maar door. Dus hadden veel routes gedaan door het land ook. En op een van die terugwegen kom je in 1968 hier door de Biesbos. En dan was ik mijn hart kwijt. En jij woont echt midden in de Biesbos. En het verhaal gaat natuurlijk zonder elektriciteit, zonder water, van alles verschoond. Hoe red je dat? Net als vroeger. Net als vroeger. Ik kan niet anders zeggen. Mis je dan geen elektriciteit? Want hoe doe je dat? Je leeft wel in deze tijd, dus je moet af en toe wel elektriciteit hebben. Daar hebben we accu's voor uitgevonden. En die accu's die kun je weer oplaaien met een 8 graad, dus dat is nergens een probleem. Je bent natuurlijk een hele markante persoonlijkheid en je loopt natuurlijk rond. En mensen zijn natuurlijk allemaal heel nieuwsgierig van hoe doet de barones dat? Want die kreet hebben we ook wel eens gehoord. Ja, soms, in het begin begreep ik dat allemaal niet hoor, eigenlijk nog niet, want ik vind mezelf helemaal niet bijzonder. Dus ik leef gewoon mijn leven, meer niet. Hoe doe je dat met boodschappen doen? In de zomer heb ik heel weinig winkel nodig. Het meeste wat ik moet halen is meestal voor visite blij te maken. Maar ik leef uit de natuur heel veel, zoveel mogelijk. Hoe doe je dat dan? Planten eten. Af en toe een duifje in de pan. Ga maar door. Visje? Als ik zin heb in vis, ga ik vissen. Ik hou niet van die vissers die je daar allemaal ziet zitten achter je. Die vissen de hele dag door en die hebben een leefnet vol vis. Dan gooien ze hem leeg aan het eind van de dag en dan is vaak de helft dood. Dan denk ik, ja, wat heeft dit voor nut? Maar ik heb wel heel veel vis gevangen. En dat heb je natuurlijk jezelf aangeleerd, want ik vind het ontzettend dapper en hartstikke leuk. Het lijkt wel een soort film waarin je zit. Waar ik in zit? Ja, jullie willen er een film van maken, ik niet. En de postbode is er ook nog, hè? De postbode is er ook nog. De laatste in Nederland, denk ik. Voor 5 adressen vaart hij de Biesbos in. Je meent het. Krijg jij wel eens een brief? Ik krijg ook wel eens een brief of een kaart, tuurlijk. En dan komt hij koffie drinken. En wat is dan je adres? Als je dat gaat zeggen, gaat iedereen me post sturen. Dat is leuk voor de postbode. Nee, daarom zeg het maar niet. Maar ik vind het zo intrigerend. Ja, mag wel natuurlijk. Het is gewoon Biesbos 14. 49, 24, anti-alcohol. Drimmelen. En het is wel een hele bijzondere brug waar we nou naartoe gaan. Hè? Veel gebeurt in de oorlog. De laatste maanden van de oorlog. Veel Duitse krijgsgevangenen gemaakt hier. Merk je wel eens heftige emoties van mensen als je hier komt of als je dit vertelt? Niet zo vaak. Ze vinden het altijd wel interessant. Maar soms heb je een groep Duitsers of Duitsers erbij zitten. En dan zie je wel aan de gezichten, dan moet ik mijn verhaal wel zo vertellen dat ze toch tevreden blijven. Door te zeggen dat die Duitsers hier heel goed verzorgd werden. En dan zie je, oh, is dat zo? Dat vinden ze dan, ja, dat maakt het weer goed, dat is een troost. Hi. Dat is mijn fietsschuur, om mijn fiets in te zetten. Dan staat die droog. Af en toe doe ik een rondje fietsen. En als we dan gaan wandelen, zeggen die mensen waar ik tegen praat, hier kan je toch niet fietsen over die dijken, vol gaten van die koeienpoten. Dan zeg ik altijd, ja, maar daarom is die schuur zo groot. Ik doe elke morgen met 7 rondjes in de schuur. En jij woont ernaast, hè? Hè? Jij woont ernaast. In het witte huisje, ja. Zie je al dat hout? Drijvend aankomen leggen. Dan zorg ik dat het weer op de kant legt. Kachel hout voor de winter.
zagen, hakken, klieven. Wij mogen even met jou naar jouw huis. Cine mi-ai suflet un tristat, tot de dorul și de oftat, iau și beau un păhăr. Și atunci uit de supărare, uit că inima mă doare și uit zic un cântece. Hier is mijn toilet. Hij is een beetje in elkaar gedonderd een paar weken terug. Het was zwaar verrot, losse stenen bovenop, verrotte balken, vol houtworm. Je stak je vinger overal doorheen, lekte binnen altijd. Een paar weken terug, sterke oostenwind, noordwestenwind. En die heeft gewoon de hele boel eraf gewaaid. Dus ik heb alle losse stenen maar verder eraf gedouwd. Dus daar heb ik er een plaat voor gespijkerd. Dus het is gewoon je wc-deur vanuit binnenuit is weg. Ja. Het is eigenlijk wel spannend, want nu, ja, niemand die je ziet, je kan gewoon overal naartoe gaan. Overal, maar ik heb ook nog wc's in de schuur. Oh ja, dat is waar, ja, ja, ja. En wie gaat hem nu bouwen weer? Niemand. Ik vind het goed zo. Henny, schitterende woonkamer, maar ik zie daar ook verfkwasten, penselen. Schilder jij? Niet meer. Ik heb het allemaal gestopt. Ik heb geen tijd meer voor alles te doen wat ik zou willen doen. Dus je komt eigenlijk tijd tekort. Er is veel te weinig dagen in de week, te weinig uren in een dag, te weinig maanden in een jaar. Wat ik allemaal doe en wil doen, daar past het gewoon niet meer in. Maar schilderen dus nu niet meer? Iets anders? Je zei net, ik ben creatief. Tekenen. En wat dan? Laat zien. Ja, achter jou. Daar. En is dat houtskool of met pen? Dat is comté-potlood. Comté-krijt. Een heerlijke stilte hangt hier. Dat is waarvoor ik hier zit. En voel je dan nooit alleen? Alleen? Helemaal niet. Alleen is gewoon alleen. Je hebt eigenlijk heel veel dingen om je heen. Maar wij beschouwen alleen als geen mensen om ons heen. Maar jij hebt natuurlijk andere dingen om je heen. Ik heb zoveel natuur om me heen. Dit is het echte leven. En wat doe je dan zo 's avonds? Of tv. Of tekenen. Of wandelen. Boek lezen? Boek lezen. Alleen in de winter. Wat is je laatste boek dat je gelezen hebt? Ik zet tegenwoordig meestal boeken wat gaat over planten. Kruiden, wilde kruiden om te eten. Vogels, ga maar door. Wat je tegenkomt, lees je. Wat is je favoriete muziek? Ja, die zijn niet uit te leggen. Er zijn zoveel soorten. Onder andere Kabilunka, Roemenië. Hey. Zigeunerzangeres. Wat heb jij met zigeuners? Ja, dat is in een stukje achtergrond in mijn verleden. Dat hoort erbij. Maakt je emotioneel? Maakt me ook emotioneel. Maar ik bedoel, de gevoelens die je daar kon uiten in het vrije leven. Dat is eigenlijk sterker ontwikkeld. Maar het zat eigenlijk al in mij. Van kinds af. En dat heeft het alleen maar sneller ontwikkeld. Maar dit is je voorkamer waar je 's morgens zit. 'S morgen, ja, soms 's middags als ik niks te doen heb. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak. Ja, want je leidt een heleboel rond, hè? Gidsen. Ik doe heel veel gidsenwerk. En als ik niet gids, dan ben ik meestal weg of met de kano of zelf aan het wandelen. Ik vind het ook heel prettig om aan de overkant op die wilde eilanden, waar geen pad is, gewoon er doorheen te struinen. Ik zie daar van alles gebeuren. Als je stil gaat zitten, gaat alles weer leven om je heen. Ze noemen je ook wel eens de barones. Ja, ja, dat klopt. Ja. Of de waterbruid. De waterbruid in het museum, ja. En dan krijg je nog de heks van de Biesbos. En dan heb je zo'n hele mooie muts op. Met allemaal mooie dingen. Dan ben ik natuurlijk, ik kijk daar de hele tijd naar. Ontzettend nieuwsgierig. Zijn daar waardevolle dingen die jij daar specifiek op hebt, die je bijdraagt? Niks waardevol, alleen sentiment. Wisselt het? Met dingen, nee, het wisselt nooit. Ja, mensen steken er zelf dingen bij, omdat er al op zit. Maar zoals die brosjes en dat visje, dat is allemaal nog van mijn moeder. Ik heb mijn moeder altijd bij me. Dus die zit bovenop die rand van die wolk. En die zit te genieten van me. En die is heel blij dat ik dat allemaal op mijn hoed zet. En iedereen die dat leuk vindt, die duwt er nog iets bij. Dit is... Je hebt Jan Reuzen met de eendenkooi. En daar loopt een hele wilde kat met lang haar van deze haren. En dit is een dot van zijn haar. Die heb ik er ook maar op geduwd. Heb je een mandenmaker... Een mandenmaker maakt ook dit soort dingen met een rammelaartje voor een baby. En heeft speciaal een kleintje voor mij gemaakt en heeft die hier aangehangen. Je ligt overal aan de kanten van de Biesbos met je bootje. Jullie zitten in de zon of geen zon.
En je zit gewoon te genieten van het beeld om je heen. En er komt een boot voorbij en er staat een aardige wind. En die geeft zo'n rochel weg. Dat kunnen die schippers altijd zo goed. Dus die grote rochel, die vliegt eruit. Maar die vliegt door de wind terug op zijn eigen mouw. Dus dan hoor je hem schelden en rotverdomme. En dan gaat hij dat er proberen af te krijgen. Nou ja, dan komt dit eruit. Wind, hij is de baas. Dus luister naar dit relaas. De wind is boos en gaat tekeer. Boontje deint nu op en neer. Blaast en duwt tegen de bomen. In bos zal er nu veel rommel komen. Riet, struiken en boomkruinen. Water, boot voor anker en schippersfluimen. Buigen, waaien en drijven waar de baas het wil. Varend tegen wind spuugt schipper, geeft een gil. De wind zegt nee, terug op je mouw, dat is pech. Wie spuugt of gooit er nu iets tegen wind in weg? Water duwt hoog op keer en keer. En de wind denkt, ik doe het lekker weer. Het zal allemaal zo moeten zijn, anders vindt die wind het niet fijn. Ik vertel je heel eerlijk, het riet vindt het heerlijk. Wanneer de wind er door speelt, samen blij dit ruislied deelt. Ik kan het eeuwig horen, wind zal me altijd bekoren. Eigenlijk nemen we nu alleen maar stilte op. Fantastisch. Ook een van jouw favoriete plekjes, Henny? Ja, klopt. Stilte is alles in het leven. Daar laai je je accu mee op. Kom je helemaal van tot jezelf, in jezelf. Nou zijn we in de natuur, maar jij bent een en al natuur. Maar stel je nou voor, dat geld doet er even niet toe. Deze plek ken je niet. Waar zou je op de wereld, nu als je je koffer mocht pakken, naartoe willen gaan? Oostenrijk, hoog in de bergen, veel bossen, bergen. We gaan op reis en we nemen mee in je koffer. Wat pak je in? Zo weinig mogelijk, want je hebt niet veel nodig. Henny, ontzettend bedankt dat we bij je binnen mochten kijken, dat we jou als natuurmens mochten zien. En ik wens je heel veel mooie jaren nog en dat we nog heel veel van je mogen leren. Dankjewel. Ik leef gewoon door op mijn manier. Misschien doen de mensen daar iets mee. Ik weet het niet. We zien het vanzelf. Word wakker. Zile urtă zi mai tare, cum se zice la zi mare, cum se zice la zi mare.